Mijn naam is Chris Kooi. Ik ben eigenaar-directeur van een klein reclamebureau genaamd Comcon.com. Dat betekent de Communicatie Connectie Company. En wij verzorgen in feite allerlei reclamemiddelen voor onze opdrachtgevers in de vorm van gedrukte media, brochures, folders, advertenties, van tijd tot tijd radiocommercials, van alles en nog wat. Veel van onze klanten besteden ook drukwerk bij ons uit wat naar het buitenland gaat. Dus dan praat je over Frankrijk, Duitsland, Scandinavië, Europa, in het algemeen Italiaans. Daar hebben we vertalingen voor nodig en we stellen daar hoge eisen aan. En die vertalingen laten wij eigenlijk al, zolang ik me kan heugen, maken door Tecom. Een bureau wat zich wat dat betreft bij ons heeft bewezen door de jaren heen. Ja, we zijn natuurlijk een reclamebureau en dat betekent dat als we onze Nederlandse reclametekst vertaald willen zien, dat we ook een goede Franse reclametekst moeten hebben of een Duitse of Engelse reclametekst. Niet zomaar een rechtstreekse vertaling, maar een interpretatie van dat wat wij geschreven hebben voor de doelgroep die het in dat land gaat lezen. Tja, we hebben best wel eens gewerkt met andere bureaus, gewoon om dat eens uit te proberen, omdat je met één en hetzelfde bureau al jaren werkt. Maar we zijn toch eigenlijk altijd weer teruggekomen bij Tecom. De continuïteit, de kwaliteit, de wijze waarop onze klanten reageren op aangeleverde tekst, ook vanuit het buitenland, is altijd goed. Dus geen reden om dat te veranderen.